Op dinsdagmorgen 23 februari bleek een teststraat en de bewegwijzering te zijn beklad aan de plevier in Bunschoten. Op de tenten was een tekst en symbolen te zien. De tekst is niet goed leesbaar. Medewerkers hadden de zeilen al snel verborgen en ook een zeil verwijderd. Inmiddels zijn de zeilen vervangen. Wie achter het bekladde zit, is niet bekend. Agenten waren aanwezig om aangifte op te nemen.